Goed, goedenavond allemaal. Er was ooit een Amerikaanse senator die sprak: in tijden van oorlog is waarheid het eerste slachtoffer. En je kunt je afvragen, als er geen propaganda was in oorlogen, maar als er gewoon eerlijke berichtgeving was, of mensen er dan ooit toe zouden komen om elkaar naar het leven te staan. Nou, als je naar de wereld van nu kijkt, dan is er eigenlijk ook best een hoop propaganda. Het is iets andere vorm. We noemen het nu desinformatie, fake news. Er zijn klimaatontkenners, politici die fraude plegen. Dan lijkt het soms wel oorlog. En als je kijkt naar, en er wordt ook onderzoek naar gedaan. Er stond afgelopen weekend nog iemand in de krant die een heel boek geschreven had over hoe sommige mensen eigenlijk nieuwe digitale mogelijkheden misbruiken om met allerlei desinformatie groepen tegen elkaar over te zetten, dat ze elkaar gaan bestrijden. Ja, dan is het eigenlijk des te belangrijker om voor de waarheid te blijven vechten en te blijven staan. Maar goed, dan moet je eerst wel helder hebben, wat verstaan we daar dan precies onder? Wat is nu waarheid? Nou, daar gaan we het uiteraard vanavond met u over hebben. Dit zijn de vragen die ik centraal wil stellen. Allereerst, wat is dan waarheid? Uiteraard natuurlijk de vraag die in deze lezing centraal staat: kan de waarheid gekend worden? De hele serie is getiteld universele wijsheid. Dus vanuit waarheid gezien en onze definitie daarvan, wat is dan universele wijsheid? En we eindigen met hoe je eigenlijk van geloof naar universele wijsheid kan komen. Dus dat zijn we van plan. Goed, wat is waarheid? Ja, het is eigenlijk een vraag waar eigenlijk al heel lang een hoop mensen, een hoop denkers zich over gebogen hebben. Een filosofische vraag wordt ook wel genoemd, hoewel het niet alleen maar het domein is van de filosofie. Het is ook een hele praktische vraag, denk ik. En het gekke is, ik denk dat we eigenlijk allemaal wel een soort van denken te weten wat het is. Maar tegelijkertijd zijn we het er ook nog behoorlijk vaak over oneens met elkaar. Sommigen die halen Google aan als bron, de anderen Facebook of een wetenschapper of een politicus of een wetenschappelijk tijdschrift of de paus. Of zeggen, ik weet het zelf heel goed. En je ziet dus dat er eigenlijk ook allerlei verschillende visies bestaan op hoe we naar waarheid kijken. En er zijn mensen die zeggen van de werkelijkheid is zo veelomvattend en complex. En eigenlijk zijn het alleen maar bepaalde hogere machten die inzicht daarin hebben. En dat is iets wat voor ons, dat wordt af en toe doorgegeven door mensen. En dat moeten wij geloven. Er zijn anderen die zeggen, waarheid is, dat moeten we gewoon onderzoeken. Dat is wat we kunnen waarnemen. En waar we dan een beeld van kunnen vormen. En hoe beter dat beeld aansluit bij de werkelijkheid die we waarnemen. Dat wordt ook wel de correspondentietheorie of spiegeltheorie genoemd. Dat kunnen we waarheid noemen. Dat is echte kennis. Maar er zijn ook, en vooral redelijk moderne filosofen, die zeggen, waarheid is eigenlijk een construct. Iedereen maakt zijn eigen waarheid. Want iedereen heeft toch een eigen beeld van zijn waarheid. En dat is altijd beperkt. Dus waarheid is eigenlijk maar relatief. Het is, het is altijd een kwestie van tijd voordat we weer een grotere waarheid ontdekken. En de echte waarheid bestaat niet, wordt er dan gezegd. Nou, al die drie visies hebben denk ik wel een kern van waarheid in zich. Maar het mag ook duidelijk zijn dat ze ook wel hun beperkingen hebben. Als je zegt dat waarheid geloofd moet worden, dan vertrouw je dus niet op je eigen overtuiging, maar alleen die van een ander. En dat geeft een ander ook best wel wat mogelijkheden om invloed over je uit te oefenen, bepaalde macht over je uit te oefenen. En het kan ook in één keer omslaan als we er ineens achter komen dat wat we hebben geloofd op basis van wat iemand anders ons verteld heeft, of zijn mooie blauwe ogen, of een hele theorie, als dat ineens ontkracht wordt en we verliezen ons houvast. Je ziet dus dat sommige mensen dan ook angstvallig dat proberen vast te houden.
Als je ervan uitgaat dat waarheid alleen maar is wat we waarnemen, dan is dat in zekere zin ook een beperking. Dat is wat je ook wel eens ziet, dat gezegd wordt, ja, wat we niet zien, dat bestaat niet. Dat is een beetje de extreme vorm daarvan. Van, ja, als we het niet goed kunnen waarnemen, dan, nou ja, dan is het niet zo. En tot slot, ja, dat idee van waarheid relatief is, dat eigenlijk de waarheid niet bestaat. Dat snijdt zichzelf in de vingers, want dan is de uitspraak dat waarheid relatief is dus eigenlijk ook op niks gebaseerd. En dan zijn er mensen die dus zeggen van, nou ja, alles is maar mening, hoort daar ook een beetje bij dat idee van waarheid is relatief. Maar in de praktijk houden toch heel veel mensen zich daar niet aan. Dus als is iemand die dan een keer een vergelijking maakte, dat die mensen worden sociaal constructivisten genoemd, die zeggen van, nou, ik moet nog de sociaal constructivist zien die volhoudt dat waarheid alleen maar een mening is of relatief is als hij samen met mij op 10 kilometer hoogte in een vliegtuig zit, waar heel veel ingenieurs aan gewerkt hebben, allemaal op basis van die kennis van de natuurwetten, dat ook maar een mening zou zijn. En dat wij niet net zo goed dan zouden kunnen neerstorten. Dus het heeft allemaal zo zijn beperkingen. Nou, misschien is het goed om gewoon eerst even met ons eigen gezonde verstand na te denken. Over die vraag, wat is nou waarheid precies? En je zou kunnen zeggen, ja, waarheid is in ieder geval kan niet iets anders zijn dan gewoon de realiteit. De realiteit waar we in zitten. Die we gewoon om ons heen weliswaar kunnen waarnemen, maar sommige dingen, we zijn daarin wel beperkt. Maar die realiteit, dat is natuurlijk best veelomvattend. Dat is wat er nou op dit moment gebeurt, dat is wat er op dit moment een muur verder gebeurt hiernaast, we hebben daar geen idee van. Dat is ook wat er op dit moment gebeurt ergens in een planeet, bij een ster van een sterrenstelsel miljarden lichtjaren hier vandaan. Allemaal onderdeel van diezelfde realiteit. Als we even gewoon bij onszelf nadenken wat er allemaal aan processen plaatsvindt, gewoon puur fysiek in ons lichaam, op het moment dat we gewoon ergens zijn met allerlei elektromagnetische pulsen tussen allemaal kleine deeltjes, cellen, atomen, moleculen die daar allemaal bezig zijn, ze allemaal onderdeel van diezelfde realiteit. En dan hebben we het alleen nog maar over dingen die we tot nu toe waargenomen hebben. We hebben een beetje een begrip daarvan opgebouwd. Maar we weten eigenlijk ook, als we erover nadenken, dat we nog inderdaad heel veel gewoon niet weten. Dat er allerlei dingen zijn die aan onze zintuigen, dat we die nog niet hebben kunnen zien of kunnen proeven of kunnen ruiken of kunnen horen. Waar we de instrumenten nog niet voor hebben. Nou ja, dat is allemaal onderdeel van de realiteit. En eigenlijk zou je dat de waarheid met hoofdletters kunnen noemen, dat die realiteit soort van grenzeloos is. Dat we daar eigenlijk, dat daar gewoon geen einde aan komt. Nou, dat is meestal niet waar we het dan in het dagelijks leven over hebben, als we dan over waarheid spreken. Wat is dat dan? Nou ja, je zou kunnen zeggen dat eigenlijk de meest universele visie is, of het meest omvattende begrip wat we hebben opgebouwd van die grenzeloze realiteit. En wat we zelfstandig hebben kunnen ervaren, wat we kunnen toetsen en wat we met anderen kunnen delen. Nou ja, dat is iets wat we misschien niet dagelijks bij alles even doen. Dus er zijn heel veel dingen die we misschien niet uitgebreid hebben getoetst. Denk er maar over na, bijvoorbeeld dat water vloeibaar is. Nou, dat weten we allemaal, dat is gewoon een ervaringsfeit, dat hoeven we niet eens te toetsen, dat kunnen we met elkaar delen. Water in vaste vorm, nou, dat kennen wij hier ook wel, maar als je dan ineens denkt aan mensen op de Evenaar of zo, dan is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend meer. En water dat ook gasvormig is, ja, wie van ons heeft dat echt proefondervindelijk eens een keer uitgedacht en dat inderdaad zo vastgesteld. Dus dat geldt misschien niet altijd even uitgebreid, maar nou ja, we weten in ieder geval dat het dan toetsbaar is, dat we dat kunnen delen. Daar hebben we allemaal wel eens een keer wat over op school over geleerd. Tot slot heb je ook nog zoiets als mijn waarheid. En dat kunnen we ook wel een mening of een geloof noemen.
Dus ik kan zeggen, ja, Den Haag, mooiste stad van de wereld. Maar ja, dan weet u natuurlijk ook van, ja, dat is ook maar een mening. Hè. Dat is, voor mij is dat Parijs of Amsterdam of Rotterdam of, nou ja, goed. Dus dat zijn zo van die dingen die ook heel vaak als waarheid verkondigd worden. Dus dat is eigenlijk wat je voor waar houdt, hè, wat je zelf dus voor waar neemt, zou je kunnen ook zeggen. En we laten ons daar ook best wel vaak door misleiden. He, er zijn ook bekende voorbeelden, zoals bepaalde. He, dat je in één keer een stuk touw voor een slang aanziet, bijvoorbeeld. He, dus daar kan je natuurlijk net zo hard van schrikken als dat het werkelijk een slang zou zijn. Dus dat maakt het soms nog best lastig om, om dat te onderscheiden. En daarvan zou je dus ook kunnen zeggen dat je waarheid ook een bepaalde werkelijkheid is, waarvan je de illusie dus nog niet doorzien hebt. Nou, Herman die vertelde 2 weken geleden al een mooie boeddhistische metafoor. En daar komen eigenlijk die 3 typen van waarheid heel mooi in terug. He, dat idee van de blinde monniken en de olifant. He, die allemaal proberen een olifant te beschrijven. Eén heeft zijn slurf vast en die zegt het is een slang. En de ander heeft zijn poot vast en die zegt het is een boomstam. En een derde zijn staart en die zegt het is een touw. En nou ja, dus hebben allemaal hun eigen waarheid. Maar als ze dus dat met elkaar zouden delen, toetsbaar zouden maken, nou kom hier maar kijken, voel maar, hey, dit is ook onderdeel van die olifant. Nou, dan zouden ze dus wat meer bij de waarheid met een hoofdletter komen. Maar uiteindelijk die grenzeloze realiteit. Je zou kunnen zeggen dat die olifant een soort van grenzeloos is, maar ja, ze zitten eigenlijk ook met die olifant samen in een nog omvattender realiteit. Ja, dat is eigenlijk, zijn we continu bezig om dat steeds meer te begrijpen. Nou, en dat is eigenlijk als je dus met gezond verstand gewoon nadenkt, hetzelfde wat je in heel veel filosofieën en religies tegenkomt als idee over de werkelijkheid. En mevrouw Blavatsky die beschreef dat als de eerste grondstelling van de theosofie, of de universele wijsheid, principe van grenzeloosheid. En zij omschreef dat als volgt. Een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk beginsel, waarover alle bespiegeling onmogelijk is, aangezien het menselijk bevattingsvermogen te boven gaat en door elke menselijke uitdrukking of vergelijking slechts kan worden verminkt. Een absolute werkelijkheid die voorafgaat aan alle gemanifesteerd beperkt zijn. Nou, dus die geeft er nog iets meer woorden aan, maar eigenlijk is dat dus ook iets wat we gewoon heel eenvoudig met ons gezond verstand kunnen begrijpen. Maar het geeft ook eigenlijk wel aan dat het, dat het in zekere zin altijd maar een klein stukje is wat we daarvan kunnen begrijpen. En wat je zelfs, nou ja, door een uitdrukking aan te geven al tekort doet. Nou, dat kom je eigenlijk in allerlei religies en filosofieën wel tegen. In het Jodendom spreken ze van Ein Sof in de Kabbalah dan. Wat ook letterlijk zonder grenzen betekent. En de Griekse filosofen en ook Plato en ook later de Neoplatonisten hebben het ook over apeiron of grenzeloosheid. Dat je het niet, zelfs niet eens kunt benoemen, zeggen de Taoïsten, want dat is hoe ze Tao omschrijven. En de Hindoes noemen het gewoon Tat, oftewel het. In de islam wordt gesproken over Allah of het Al. In het boeddhisme zeggen ze het is leeg. Ook geen eigenschappen kun je eraan geven. En het is ja, eigenlijk nergens niet. En wij zijn het ook in essentie allemaal. We zijn allemaal in essentie leeg. We zijn voorbijgaand. Niet echt van onvergankelijke aard. En dat kom je dan ook weer tegen in Scandinavië. In de Griekse oudheid. Bij de Gnostici uit het christendom. Die dat de diepte noemen. Maar bijvoorbeeld ook weer in Zuid-Amerika. Dus eigenlijk in al die tradities kom je eigenlijk datzelfde idee van grenzeloosheid tegen. En dat heeft ook een aantal belangrijke conclusies, waar ook heel veel filosofen zich dan weer over gebogen hebben. En die zeggen onder andere dat dat betekent dat als je uitgaat van grenzeloosheid als beginsel. Een beginsel is niet per se een begin, het is een beginsel. Het is gewoon een principe.
dan is alles daar eigenlijk dus een vonk of een straal of een druppel van of een monade. He, daar had Pythagoras het over en later ook de filosoof Leibniz. He, een vonk van het grenzeloze vuur, een straal van het grenzeloze licht of de grenzeloze zon of een druppel van de grenzeloze oceaan. En zo wordt die monade ook wel beschreven als dus een, zeg maar, een mathematisch punt van grenzeloos bewustzijn. Een soort van kern van bewustzijn, in zichzelf onsterfelijk, maar dus ook met grenzeloos vermogens. Dus dat is ook, nou ja, in essentie, zeg maar, niet los zien, los te trekken van dat grenzeloze. En heeft dat dus ook allemaal in zich, in potentie. En een andere belangrijke conclusie daaruit is dat er dus ook niks buiten het grenzeloos kan bestaan. Hè? Want anders zou het niet grenzeloos zijn. Dus dat alles in feite ook één is. Dat er eenheid is. Nou, en ook dat kom je eigenlijk weer in al die wereldreligies en filosofieën tegen, deze conclusies. Hè, dus het orakel van Delphi zegt daarom, mens, ken uzelf. Al die grenzeloze vermogens zitten in u. Die universele wijsheid huist gewoon in uzelf. Gij zijt het, zegt de Upanishad uit het hindoeïsme. En Lao Tse heeft het over, nou ja, zij die anderen kennen zijn wijs, maar zij die zichzelf kennen zijn verlicht. Het koninkrijk gods in uw lieden. En nou ja, Zarathustra beschreef dat ook weer op een bepaalde manier. En dat is denk ik misschien wel de belangrijkste conclusie als we het ook hebben over universele wijsheid. En als we het hebben over, nou ja, waar zit nou die waarheid? Hoe kunnen we die nou kennen? Dat we dat dus helemaal niet elders hoeven te zoeken. We hoeven helemaal niet dat heelal af te speuren tot het einde der, nou ja, waar we kunnen maar reizen gaan. En we hoeven ook niet te proberen de meest kleine elementaire deeltjes maar nou ja, verder open te breken en nog verder open te breken. Om te kijken van waar zit nou de essentie, de aard van de werkelijkheid. En we hoeven ook niet te bidden tot goden of af te wachten tot een leven na de dood voordat we eindelijk inzicht krijgen in de werkelijkheid. Nee, we zwemmen erin, het is overal om ons heen en we zijn het gewoon in essentie zelf ook. En eigenlijk is het enige wat tussen ons en die grenzeloze kennis zit, juist de illusie dat we het in die buitenwereld moeten zoeken. Dat het niet in ons zit, maar dat we, nou ja, elders moeten zoeken, elders moeten kijken, omdat we denken, nou ja, los te staan van dat geheel. En dan maar, nou ja, heel naarstig buiten ons zoeken waar dat te vinden is. Goed, dat zeggen wij als theosofen ook met overtuiging, omdat het eigenlijk ook helemaal in lijn is met het universele mensbeeld, wat, nou ja, vanuit dat idee van grenzeloosheid en ja, die universele wijsheid volgt. Want als je dat schematisch weergeeft, dan kan je dat eigenlijk zo zien. Hè, er is grenzeloosheid en, nou ja, elk leven is eigenlijk een straal of een vonk of, nou ja, een stroom van bewustzijn. Zo noemen wij dat ook wel, een stroom van grenzeloos bewustzijn. En om dat wat meer helder te maken, want dit is natuurlijk heel abstract nog, vind je in al die tradities allerlei onderscheidingen op, nou ja, eigenlijk op dat, nou ja, in die straal van bewustzijn. Wordt er over allerlei beginselen gesproken. He, dus het begint met een, nou ja, iets van een goddelijk of universeel of eenheidsbeginsel. En daaruit vloeit dan weer een verlichtingsbeginsel voort. En in het Sanskriet heet dat eerste Atman en de tweede heet Bodhi. Daar komt ook het woord Boeddha vandaan. Dan, daaruit vloeit dan weer het denkbeginsel voort. En daar weer de begeerte, dan de levensenergie, dan het astrale, ook wel het modellichaam genoemd, wat uiteindelijk zeg maar de mal is waar het stoffelijke of het stoffelijk lichaam zich naar vormt. En dan komt het al wat dichterbij. En nou ja, onze inleider had het al even over onze cursus Anders Denken. Daarin zoomen we nog verder in op dat denken, omdat dat denken is waar wij in onze ontwikkeling als mensen op dit moment staan. Dus we hebben in potentie hebben we eigenlijk al deze beginselen
En we zijn eigenlijk bezig om die van, nou ja, van innerlijk naar uiterlijk, om er steeds meer te ontwikkelen. En we zitten nu dus in de school als mensen om dat denkbeginsel tot ontwikkeling te brengen. En dat is ook weer op te delen, corresponderend met die verschillende beginselen, in dus 7 denkaspecten. En daar hebben we het dus in die cursus veel uitgebreider over. Maar dan wordt het alweer wat helderder van ons. Want dat kunnen we gewoon allemaal herkennen. We kunnen herkennen dat wij gedachten hebben van lichamelijke aard bijvoorbeeld. En als we zeggen dat we moe zijn, honger hebben of dorst hebben. We kunnen gevoelens herkennen. Hè, blij, bang, bedroefd. We kunnen vitaliteit herkennen. Dat we niet stil kunnen zitten. Dat we in beweging willen zijn. Dat we dingen willen organiseren. We kunnen begeerte herkennen. Materiële begeertes, maar ook drang naar status of eer of ook wijsbegeerte. Het intellect, het 2+2=4 denken. Heel goed in ordening. Categoriseren van dingen. Structuur aanbrengen. Maar wat minder goed in het grotere plaatje. Daar hebben we dan, gebruiken we ons inzicht voor of het begripsvermogen. En als dat zeg maar in één flits herkend wordt, dan spreken we ook wel van intuïtie. Maar dat kan bijvoorbeeld ook met ruimtelijk inzicht zijn. Dat je in één keer ziet van, je moet een auto inpakken en je ziet van, dat gaat gewoon niet passen. Dat heb je gewoon in één, met één oogopslag herkend. En tot slot de eenheidsbeleving. Nou, dat is al wel wat moeilijker voor de gemiddelde mens om te herkennen, want dat zijn eigenlijk nog hele zeldzame mystieke ervaringen die ook nog maar heel kort duren, maar waar mystici dan hun hele leven nog over praten als ze dat hebben meegemaakt. Hè. En in de ene traditie heet dat Satori, in de Zen bijvoorbeeld. En de Hindoes noemen het Moksha en de christenen hebben het over Epifanie. Er zijn allemaal verschillende woorden voor. Allemaal van die verlichtingservaringen die nog maar zelden voorkomen. Maar we hebben dat allemaal wel in ons om dat te kunnen ervaren. Nou, en globaal kun je dan ook eigenlijk onderscheid maken tussen 2 soorten denken. Dus wij zeggen dan ook wel, je hebt eigenlijk het persoonlijke denken. Dat we wat meer met het ik ben ik identificeren. Dat doen we bijvoorbeeld als wij een begeerte voor onszelf nastreven. Of als we helemaal in een gevoel vast blijven zitten. Of in ons in een lichamelijke drang. En bovenpersoonlijk, dat geldt een stuk minder voor alleen maar het ik. En dan, gewoon een simpelweg een rekensom, die is voor iedereen hetzelfde. Dat gaat voor iedereen op. En een bepaald inzicht of een bepaald begrip, dat geldt dat ook voor. En die eenheidsbeleving nog meer, dat is echt universeel. Nou, dit is een belangrijk onderscheid, ook als je het gaat hebben over het herkennen van waarheid. En hoe je dan die waarheid kan leren kennen. Waar we het ook al even over gehad hebben vorige week, volgens mij, was het begrip bewijs. En eigenlijk hebben we bij bewijs heel vaak het idee van, als we dus iets van waarheid willen kennen, willen weten hoe iets echt zit, dan zeggen we heel vaak, bewijs het maar eens, laat het maar zien. En dat is, hebben we dan vaak het idee dat er dan iets van buiten aan ons aangereikt wordt, waardoor het in één keer duidelijk is. Van, zo zit het. Maar als je er even over nadenkt, dan komt werkelijk bewijs eigenlijk nooit van buiten af. Dat komt altijd van binnenuit. Denk maar eens aan een goochelaar die een keer een trucje hebt zien doen. En je wil weten hoe dat zit. En dan ga je gewoon vragen, doe het nog eens. En dan, snap je nog niet. En doe het nog eens. Dus je wil gewoon, je wil het dan zien. Maar eigenlijk, zolang je niet zeg maar het inzicht opgebouwd wat erachter zit, dan zul je het nooit helemaal begrijpen. En dat is eigenlijk dus altijd iets innerlijks. Iets wat van binnenuit moet komen. En de Grieken zeggen ook wel van het is eigenlijk altijd overeenstemming van het hart, oftewel ethos, het verstand, de logos en het gemoed, of de pathos. En we weten eigenlijk ook allemaal wel van, iets kan nog zo cool beredeneerd helder zijn. Als wij denken, dit voelt gewoon niet juist. En dan is dat voor ons nog niet, dan zijn we daar nog niet van overtuigd.
En ook anders. Hè, als wij een bepaald geloof, iets koesteren. Maar iemand spreekt ons aan en die zegt van ja, hoe zit het dan? En die probeert het te beredeneren. En we merken dat wij daar geen goede argumenten voor kunnen verzinnen. Dan gaat dat toch wat, dan voelt dat toch ineens alsof je die vaste grond onder je voeten weg is. Hè? Dat je in één keer denkt van ja, shit, hoe zit dat eigenlijk? En dus je hebt eigenlijk voor een duurzame overtuiging heb je die overeenstemming eigenlijk van die drie nodig. Oftewel, hè, iets niet alleen maar ethisch, maar ook logisch, maar ook praktisch. En nog preciezer is, Herman ook al even kort verteld, als je dus die denkaspecten bekijkt, dat die eigenlijk in harmonie zijn van de meest hoge waar je toe kan reiken tot, de meest lage die je daar dan allemaal in lijn mee moet zijn. Nou, als je dit dan allemaal bij elkaar neemt, dan kan je eigenlijk weer even opnieuw kijken naar hoe zien we nou dan de werkelijkheid? Hoe zijn dan die visies op de waarheid te plaatsen? En dan pak ik ook weer even die visies, die veel voorkomende visies die ik aan het begin benoemde. En je zou dus eigenlijk kunnen zeggen van, je kan waarheid ervaren van binnenuit. En je kan dus waarheid ervaren van buitenaf. En beide hebben hun waarde, zeker als je dus op een bovenpersoonlijke manier naar de werkelijkheid daar onderzoek naar doet. He, dus je zou kunnen zeggen, als je uitgaat van de visie dat waarheid grenzeloos is, en dat doet dus de theosofie of de universele wijsheid, zegt dat dus eigenlijk, is een conclusie daaruit, dat we eigenlijk al die kennis dus van binnenuit kunnen opbouwen. Mits we dus ook dus, bovenpersoonlijke denkaspecten daarvoor activeren. He, dus niet alleen maar het intellectuele, maar ook het begripsvermogen en ook juist en vooral die eenheid, dat idee van eenheid. En dat is iets, ondanks dat het misschien nog maar zeldzaam is voor de mens om te ervaren, kunnen wij dat wel gewoon als hypothese hanteren en gewoon daarvan uitgaan. Stel dat dat zo is, vanuit de eenheid gezien. Hoe kunnen we dan dingen verklaren? Nou, daarbij is het natuurlijk best ook behulpzaam om te kijken naar van hoe verre lijnt wat we dan ook waarnemen daarmee op. Maar niet als enige. He, dus daar zit een beetje de valkuil. Als je daar alleen maar op toevertrouwt, dan moet je toch heel vaak toegeven dat je hebt een bepaalde waarheid opgebouwd, je hebt bepaalde dingen gezien. He, maar zoals we naar de wereld kijken, als wij 's ochtends opstaan, dan kunnen we ook de zon opzien komen en onderzien gaan. En dan, dan zou je kunnen zeggen, er komt gewoon zo'n bol de lucht in, die komt een soort van uit de oceaan weer opreizen en die gaat weer onder. Maar we weten natuurlijk allemaal inmiddels dat dat allemaal iets complexer in elkaar zit. He, dat de aarde rond is, dat dat een bepaald systeem. Dus als je alleen maar uitgaat van die waarneming, dan moet je heel vaak je modellen weer aanpassen op het moment dat er een ruimere waarneming is. Maar andersom, en dat is dus eigenlijk de empirische wetenschap, he, dat is dat je inductief gaat kijken, gewoon op basis van een waarneming een theorie gaat vormen. Maar je zou dus ook vanuit die waarheid, die visie dat waarheid grenzeloos is, deductief kunnen redeneren. Kijken waartoe je dan komt, tot welke aannames en conclusies je dan komt. En dan kijken in hoeverre lijnt wat we dan zien daarmee op. En dan wordt het inderdaad heel interessant. Want dan kan je heel veel dingen die in religie, filosofie en wetenschap gezegd worden, juist met elkaar in lijn brengen. Nou, gaan we dan even kijken naar de persoonlijke kant. Dan vind je dus eigenlijk van binnenuit dat idee van dat waarheid relatief is. He, dus dat wordt wel gezegd van, iedereen heeft dus gewoon zijn eigen interpretatie. Nou, dat is eigenlijk het idee dat wij gewoon allemaal losstaan van elkaar als blinde monnik die olifant betasten. Maar dat is natuurlijk maar deels waar. Wij kunnen natuurlijk met elkaar door die ervaringen te delen, dat toetsbaar te maken, wel een ruimer beeld opbouwen. Dus het is alleen maar waar als wij puur bij onze persoonlijke interpretatie blijven. En wat je dus ook wel ziet, is dat eigenlijk het geloof dan eigenlijk zegt van, je moet het maar gewoon aannemen. En daarmee ontken je eigenlijk soort van de hoge denkaspecten in jezelf, waartoe je ook tot meer kennis kunt komen over
het hogere, wat dat dan ook wel genoemd wordt. En heel vaak zie je dus ook in de geschiedenis dat, nou ja, een bepaalde traditie begint bij dat idee van grenzeloze waarheid. We lieten dat ook zien. In al die tradities kom je dat idee tegen. Maar dat dat dan op een gegeven moment een bepaald verval kent. Dus dat mensen dan zeggen van, nou ja, je kunt dat niet ervaren, nou dan moet je het maar geloven. En geloof mij maar, ik weet wel dat het zo is. Dus die gaan dan een soort van daar macht uit oefenen en die maken van, nou ja, dat idee eigenlijk een geloof. En dan komt weer een tegenbeweging en die zeggen mensen van, ja, nou ja, maar wat jij beweert, dat is toch anders dan wat we waarnemen. Er wordt dan kritisch naar gekeken, dat zie je in het Westen bijvoorbeeld. Dat we nou ja, in de verlichting wat meer daarnaar gingen kijken, wat de wetenschap daarover zei. Maar als die zich ook alleen maar beperkt tot die uiterlijke kant, ja, dan krijg je weer dat de filosofen gaan zeggen van ja, dat is eigenlijk allemaal maar relatieve waarheid, want jullie roepen allemaal dingen en die blijken dan weer niet echt zo te zijn. En eigenlijk is dat nou ja, in zekere zin dus allemaal een klein stukje waarheid, als je dus nou ja, niet die, dat overkoepelende idee van waarheid als grenzeloos, zeg maar, hoog houdt. Dus even terug met dit in gedachten naar de vraag, kan de waarheid gekend worden? Nou, waarschijnlijk kunt u daar nu al wel weer een beetje antwoord op geven. En ik vermoed dat u dan ook dan denkt van ja, dat is maar net hoe je dat dan definieert. Want ja, als je dus de waarheid als grenzeloze realiteit ziet, dan is het antwoord dus nee. Want, nou ja, die alomvattende waarheid, daar is nooit een punt achter te zetten. En dat is misschien ook maar heel gezond. Dat betekent namelijk dat we dus altijd een ruimere werkelijkheid kunnen herkennen. Dat niemand ooit ook zelf de waarheid in pacht heeft. En dat we in zekere zin ook, nou ja, altijd nog kunnen blijven groeien en een ruimer inzicht daarin kunnen vormen. Maar heb je het over de waarheid zoals we dat gedefinieerd hebben als het meest universele? En je kan op elk niveau kan je zeg maar tot het meest universele komen. Dus wij kunnen in ieder geval ons spiegelen aan mensen die nou ja, voor ons in ieder geval hele universele waarheden hebben verkondigd. En kijken of wij dat wel kunnen ontdekken. Nou, na de pauze gaan we daar verder op in. Dan kan dat wel. Maar daar zit wel een mits bij. Omdat je eigenlijk altijd alleen maar kunt kennen wat je ook werkelijk bent. Wat je in jezelf leeft, wat in jezelf leeft, wat je in jezelf hebt wakker gemaakt, wat je dus ook moet toepassen. Dus iemand, we hadden het over dat bewijs. Dus iemand kan ons bijvoorbeeld een heel uitgebreid wiskundig bewijs geven over een stukje van de realiteit. Als wij geen enkele algebra hebben geleerd en niet weten wat voor afspraken er in die wiskunde gemaakt worden, nou, dan zegt ons dat helemaal niks. Dan is dat niet wakker in ons. Dus dan kunnen wij dat inderdaad ook niet, nou, ook niet voor onszelf toetsen. Dan kunnen we dat niet herkennen. En dat geldt ook voor nou ja, diep filosofische of religieuze teksten. Als we daar nog nooit mee in aanraking zijn gekomen, daar, en dat kost altijd ook even tijd om daar nou ja, mee aan de slag te gaan. Ja, dan zal je dat, als je dat voor het eerst leest, zal je niet meteen zeggen van ja, dat is me klaar, dat is werkelijk. Dus zo zou je ook kunnen zeggen dat als wij het universele willen leren kennen, dat dat dus ook van ons vraagt om steeds universeler te worden. Maar we zijn heel optimistisch, want nou ja, vanuit de theosofie zeggen we, we hebben in ieder geval al die potentie in ons. Dus dat is alleen maar een kwestie van tijd. Nou, hoe dit te doen, daar gaan we na de pauze over hebben. Maar ik wil eerst u wat gelegenheid geven om daar vragen over te stellen. Kunnen we ook rustig even over nadenken? Was het helder? Die zwijgt stem toe. Ja? Ik denk dat we allemaal het gevoel hebben dat we een beetje gehandicapt zijn. En dat daar die stilte vandaan komt. Klopt dat? Dat moet u niet aan mij vragen. Dat ik moet beoordelen waar die stilte vandaan komt. Ja. Maar waarom zegt u dat we allemaal een beetje gehandicapt zijn?
gaat niet goed. Waarom zegt u dat we allemaal een beetje gehandicapt zijn? Want je zou het anders ik denk dat je dat waarneemt als je met mensen in gesprek gaat. Een onbekend iemand, je gaat bijvoorbeeld in de diepere waarheid zoeken van de bovenpersoonlijke en de, de lagere, de begeerte. Dat je daar in een stukje verwarring komt, dat je ook daar stil van wordt. Ja, ja. Dat je denkt, wat moet ik snel, wat moet ik daarop antwoorden? Ja. En daar doe ik dan ook op het woordje gehandicapt. Ja. Dus ja. Niet eenvoudig om, deze lezing vind ik fantastisch. Het is een geboorteproces, het is iets waar je over na kan denken. Maar dan in de praktijk, wat ga je ermee? Ervaar ik in mijn leven dat je dan toch een beetje gehandicapt bent. Je kan niet alles tegen iedereen zeggen. Je moet ook een bepaalde vorm van respect hebben. Dus om het heel te laat kom je dan tot de gedachte van ja, de hele wereld is gehandicapt. Ja, ik kan is dat een gromme manier van redeneren? Ik wil weten. Maar om even goed te begrijpen, bedoelt u dan dat het dat u zich een beetje voelt zoals die blinde monniken, die allemaal een beetje aan het aftasten zijn? Of is het juist dat, dat het soms moeilijk is om bepaalde dingen te delen met anderen? Dat laatste, ja. 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 Het is een geboorteproces, wat ik vanavond hier waarneem. Ja. Dat is een innerlijk proces en in het delen van in de wereld, in andere culturen om het wat te noemen, andere religies. Daar kan je al naar die eenheid willen denken, dat universele. Maar dat in praktijk brengen. Ja, dan zou, als we dat zo goed konden, dan zag de wereld er ook heel anders uit natuurlijk. Ja. Dus daar gaan we na de pauze ook nog wel op in. Dat bedoel ik toch weer bij het woordje gehandicapt. Ja, precies. Daar gaan we ook wel op in. Ja. En dat is ook, dat is denk ik ook gewoon een heel moeilijk proces. Dat is gewoon, menselijk denken is traag. Daar zullen we het ook wel over hebben. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, ik denk dat heel veel ook voortkomt uit dus een beperkte visie op, op de werkelijkheid en ook wie wij zijn in die werkelijkheid. He, dus als mensen al meer vertrouwen zouden hebben, alleen maar het idee zouden hebben van ik kan meer wijsheid vinden in mezelf, of ik kan meer wijsheid überhaupt vinden, dan zou dat al een heel andere houding zouden mensen al een hele andere houding hebben. Hè? Dan zouden ze onderzoekend zijn, openstaan voor nieuwe ervaringen, continu bezig zijn van oké, hoe kunnen we het anders doen, kunnen we het verbeteren. En ik denk dat het moeilijk is, dat er heel veel mensen nog helemaal niet zitten te wachten op andere visies of andere waarheden. Tegelijkertijd denk ik ook dat daar wel een verandering in zit. Dus je hebt, het heeft zijn voor- en zijn tegens, zoals alle ontwikkelingen. Maar als je kijkt naar die hele digitale ontwikkelingen, er is zoveel kennis beschikbaar gekomen voor zoveel mensen. Dat er toch ook meer openheid is, zo proef ik dat in ieder geval althans, voor andere ideeën en dat er ook andere werkelijkheden zijn. Ik denk dat, dat we wat dat betreft gewoon geduld moeten hebben. En het is denk ik ook zo dat als je, na de pauze wil ik het ook nog hebben over dat je als je echt iets weet dat eigenlijk gelijk staat aan iets zijn. Hè? Dus misschien is dat soms nog wel de beste manier om dingen over te brengen als je het hebt over andere visies. Dus dat je het niet eens met woorden doet. He, dus dat mensen gewoon meer zien hoe iemand zich gedraagt naar een bepaalde wijsheid. En misschien daardoor vragen gaat stellen. Gewoon alleen al voorbeeld laten zien dat dat al zo belangrijk is. En zo goed, eigenlijk misschien wel de beste manier om het over te brengen. Dus iemand, een van onze mede-theosofen, een Amerikaan, die haalt altijd de Gospel of John aan. Die zegt, dat is dus, even in het Nederlands vertaald, ik weet niet of het zo in de Bijbel staat, van preek het evangelie ten alle tijden.
maar alleen als het noodzakelijk is gebruik woorden. Vind ik wel een mooi idee. Van, ja. Ik hou het eigenlijk heel simpel. Ik ben met mijn eigen evolutie bezig. En daarin heb ik het leven gekregen nu. Om verder te mogen groeien en te kunnen groeien. In het dagelijks leven probeer ik in de tijd die ik heb gekregen om te leven goed te doen aan mensen. Om voorbeeld te geven. Geen preken te houden. Ja. Ook niet te oordelen en te veroordelen. Want de een is verder dan de ander. Ik probeer wel mensen te vinden zoals hier. Die bezig zijn met vragen stellen. Met willen nadenken. Met zoeken naar de waarheid. En daar vind je dan heel veel rust in. En, ja, dat is liefde ook. Ja, ja, liefde ook. Ja. En dat maakt het ook. Het is bijna. Alle dingen die ik na de pauze wil vertellen, kom maar door. Wauw, daar valt over. Herhaling is het tijd van onderwijs. Ja, natuurlijk. Nee, maar ja, juist door dat samen te doen, dat is de kracht. Zeg maar. Versterk je dan. En daardoor leer je vanzelf. Want dat is ook het interessante, hè, dat je door andere visies, gaan die visies ook weer in jezelf leven. Dus eigenlijk voegen toe aan nou ja, je eigen inzicht, continu. En dus dat, ja. Ja. Er ontstaat een soort magnetisch veld dan, waarin je elkaar begrijpt en elkaar gewoon optilt op een of andere manier. Ja. Ja, dat is ook heel mooi te ervaren. Dat is ook wel leuk als je bijvoorbeeld in onze cursus probeert dan ook op het moment dat je dan wat meer dat onderscheid krijgt. En dat nou ja, onderscheid tussen, even simpel gezegd, persoonlijk bovenpersoonlijk denken. Dat je ook merkt dat je dan met elkaar, als je dan meer op dat bovenpersoonlijke denken resoneert, dat je dan een hele andere kwaliteit van denken hebt. En dat in één keer zo hard kan gaan met de dingen die je dan, de visies die je dan kan vormen. Dat is heel interessant om te merken. Ja. En leuk. Ja? Ja? U deelt nou samen heel iets moois. En duidelijk is dat een waarheid voor u beiden. Is dat nou, dan ga ik even een link maken naar de theorie, want we hebben het schema laten zien. En dat vond deductief. Ja. Dat horen ze. Ja. Is dit nou een voorbeeld van deductief, wat u nu hier samen deelt als een waarheid, omdat u dat samen ook zo beleeft? Ja. Nou ja, eigenlijk, dat is wel goed, dat had ik er even bij moeten zeggen. Dus deductief is eigenlijk van het universele naar het specifieke. En dan noem ik dit specifiek, of zit ik dan zo specifiek? Nou ja, in feite hebben we het hier, het is altijd een soort van combinatie. Hè? Dus, je hebt dan een bepaald, dat begint heel vaak met een bepaalde stelling, of een bepaalde grondstelling, hè? Bijvoorbeeld de grensloosheid, of dat er eenheid is, of dat er waarheid in ons zit. Ja, die stellingen zijn nou ja, op basis van die stelling zou je dus allerlei conclusies kunnen trekken. En dat wordt dan deductie genoemd. Van, nou ja, daar haal je, hè, dat kan je daaruit uitleiden, afleiden. Dat betekent het letterlijk. En inductief is van, nou ja, oké, we komen iets in de praktijk tegen, maakt niet uit wat. Hoe lijnt dat dan weer op met, nou ja, als je teruggaat naar een deductieve stelling, klopt die stelling dan nog steeds? Maar heel vaak wat er gebeurt in de wetenschap, is dat er alleen maar inductief wordt gekeken. Alleen maar? Inductief. Ja. Dus dat houdt in, we gaan op zoek, we hebben een waarneming, zonder dat we een duidelijk heldere beeld hebben van hoe het in elkaar zit. Dus we hebben hypotheses, maar die hypotheses zijn ook maar gewoon op basis van een waarneming vastgesteld. Dus dat komt helemaal niet duidelijk vanuit het ruimere beeld. He, dus als jij gewoon die uitkomst is afhankelijk van de kwaliteit van je hypothese. Als jouw hypothese is de aarde is plat, dan is jouw uitkomst de zon draait om de aarde. Ja, ik denk dat die begrippen zo wel kan begrijpen. Ja. Maar wat ik nou zo mooi vond, is dat hier eigenlijk tussen u beiden een aantal stellingen worden gedaan. Van als je bij elkaar komt, dan lijkt het net alsof het elkaar zo versterkt. Ja. En het is een woord samen dingen. Ja. Er zitten ook stellingen in. En dat zijn nieuwe waarheden, die ik overigens wel deel, maar zijn even dit. En die stellingen, die zou ik willen plaatsen in dat schema. Ja. En zit dat bij deductief of zit dat dan bij inductief? Nou, eigenlijk doet dat er niet eens zoveel toe. Maar ik denk dat het belangrijkste is. Oké, nou daar kom ik wel op terug.
Wat ik heb geprobeerd te vertellen is dat eigenlijk op het moment dat je wil checken of iets waar is, dat eigenlijk al die verschillende denkaspecten van boven naar beneden met elkaar moeten opleiden. Nou, en we hebben nog niet op al die gebieden heel duidelijk dingen helder, zeg maar. Maar we kunnen dus, als we dit als uitgangspunt gebruiken, deductief, kunnen we wel zeggen van, nou ja, als dat zo is, als er eenheid is, ja, dan kunnen we dus met elkaar inderdaad iets uitwisselen en dan is het de som ook altijd meerder delen. En nou ja, goed, dat zijn de voorbeelden die we dan zelf met elkaar delen, de ervaringen die we met elkaar delen, die we dan eigenlijk aan elkaar toetsen, waardoor het, nou ja, onze waarheid met een hoofdletter W wordt. Maar dat moeten we wel, dat moeten we dan niet zomaar geloven, dat moeten we dan inderdaad ook wel toetsen en dat moeten we ook wel bekijken. Dus dat is eigenlijk het stukje inductiviteit binnen die, nou ja, die deductie. Ik weet niet of dat helpt. Oké. Okay. Ja. Een beetje wat Popper zei. En je hebt een idee en dan vervolgens ga je zeggen van als dat idee waar is, dan moet dus zeg maar dit experiment zo uitkomen en daarna doe je het experiment en kijk je of het zo uitkomt als dat. Ja, Popper die was bekend van die falsificatietheorie, toch? Van nou ja, als je een theorie hebt, dan moet die theorie ook in staat zijn om de uitzonderingen in zich te sluiten. Hè? Dus als je zegt, alle zwanen zijn wit, dan moet je kunnen uitleggen, als je een zwarte zwaan ziet, hoe dan dat nog past in die theorie dat alle zwanen wit zijn. Nou, dus in dit geval is dat een beetje lastig. Hè? Dus dan moet je een ruimere theorie verzinnen, waardoor je zegt van, nou ja, zo is het geval. En dan, dus inderdaad, dat is een beetje een idee. In die manier van denken bewijs je ook nooit iets. Kan je alleen maar zeggen, het is nog niet omvergeworpen, zeg maar. Ja. Nou ja, en dat is denk ik best een goede toets. Hè, dus ik denk, in die zin moet je ook gewoon ook, nou ja, zoveel mogelijk van dat soort denkchecks ook gewoon gebruiken. En niet achterwege laten van, nou ja, je moet het maar geloven, want het is iets hogers en daar kunnen wij niet bij. Nee, juist inzetten. He, dus, want als iets waar is, dan moeten dat soort denktoetsen ook kunnen doorstaan. He, dus als je het dan hebt over grenzeloosheid, nou ja, oké. Okay. Hoe zouden we het tegendeel kunnen bewijzen? Nou ja, dat is best lastig. Ja. Geen vragen? Misschien over dat schema, net met het persoonlijke. Wat in mij opkwam, die matrix van binnen en buiten. En ja, boven verschillende visies van waarheid. Ja. Waarbij dan bij mij op de vraag kwam, zeg maar, is persoonlijk ook individueel? Want je hebt mogelijk, zeker in het gebied van geloof, ook iets interpersoonlijks, zou je bijna kunnen zeggen. Zeg maar een soort waarheid tussen mensen. Ja. Ja, nee, dus dat kan zich natuurlijk wel versterken. Maar dan is de vraag van in hoeverre kunnen ze dat wat ze dan individueel ervaren ook aan anderen toetsbaar of deelbaar maken. He, dat kun je natuurlijk, die toets kun je dan wel loslaten. Maar ja, als het gaat om echt geloofsovertuiging, dan is dat toch heel vaak moeilijk om dat op de een of andere manier toetsbaar te maken. Maar bij geloof zeggen we eigenlijk van meer van, dat bedoelen we mee, niet zozeer, want dat is ook, moeten we wel een beetje mee oppassen dat we daar niet te veel zeg maar, over in kam gaan scheren. Maar heel vaak wordt er daarbij gezegd van ja, het is gewoon, het komt van buitenaf, je hebt het niet in je. Want je kan natuurlijk ook bepaalde overtuigingen hebben, innerlijk, die gewoon nou ja, eigenlijk meer vanuit het hart komen, zoals we dat dan zeggen. Hè? Die wat meer je een bepaald ethische overtuiging aanspreekt. En dat is dan niet wat ik hieronder versta, zeg maar. Dus hier is meer zo van, nou, de aarde is geschapen 6000 jaar geleden en nou ja, zo staat geschreven, dus dat moeten we maar geloven, want we waren er niet bij. Weet je, dat soort type
Dat is meer wat ik dan onder geloof versta. Ja. Dus het zou eigenlijk juist interessant zijn om die dingen dan te delen. Ja. Dus als ik je goed begrijp nu, dan zeg je eigenlijk van buitenaf is het een soort van relatief, want het is eigenlijk altijd van binnenuit je het waarnemen bewustzijn ervaart alleen dat wat hij kent of dat wat hij denkt. Ja, precies. Ja. Ja. En dat betekent niet dat dus dat van buitenaf best waarde kan hebben. Maar ook daar hebben we al heel veel filosofen zich over gebogen. Die zeggen van ja, in feite bestaat de echte objectieve werkelijkheid buiten ons niet. Want wij zijn daar gewoon net zo goed onderdeel van. Wij zijn daar niet van te scheiden. We hebben altijd een visie en we beïnvloeden dat ook. En het is zelfs interessant met de kwantummechanica dat we hebben ontdekt dat die visie zelfs die realiteit direct beïnvloedt. Hè? Dus dat we op het moment dat we iets meten, dat de uitkomst anders is dan als we daar niet naar kijken. Dus dat is best interessant als je ziet dat oplijnt, dat idee met zelfs de wetenschap met zijn uiterlijke instrumenten. Dus het heeft wel zijn waarde, maar nou ja, beperkt. Want nou ja, uiteindelijk is maar de hogere werkelijkheid die ontstijgt onze zintuigen ook. En er is veel meer wat we kunnen ervaren. Gaan we na de pauze verder over hebben. Ik heb hem ook beloofd, dus hou me eraan, zou ik zeggen. Oké, we hebben het gehad over waarheid. We hadden ook nog beloofd het te hebben over wijsheid. Per slot van rekening is dat ook de titel van onze serie. Dus dat is ook wel even goed om bij stil te staan. En eigenlijk kunnen we daar we nu het over waarheid gehad hebben best kort over zijn. Tenminste, als u het met me eens bent, want dit is de definitie die we zouden willen voorstellen. Namelijk dat wijsheid is het bewust leven van waarheid. En dan waarheid weer even in gedachten wat we voor de pauze hebben gedefinieerd. Die meest universele visie die je kunt opbouwen van die grenzeloze realiteit, die je zelfstandig kunt toetsen, ervaren en delen. Nou, en als je dat, zeg maar, bewust daarnaar leeft, dan zeggen we, nou, dat is wijs. Want, nou ja, Wauke zei het ook al, je kunt je in ieder geval afvragen wat als iets niet waar is, dan kan het eigenlijk ook niet wijs zijn. Want dan, probeer dat maar eens voor jezelf recht te praten, zou ik zeggen. Het is mij in ieder geval nog niet gelukt. En dat bewust beleven, ja, ook dat benoemden we al even. Van ja, als je iets werkelijk weet, dan is dat eigenlijk niet te onderscheiden van ook gewoon iets zijn. Plato zei eigenlijk, dat is al aan elkaar gelijk. Iets weten is iets zijn, kennis is deugd. En uit ons werkelijk gedrag, ja, blijkt dan ook altijd wel wie we zijn. En dat is ook iets wat je gewoon continu toepast. Als je wijs bent, dan steek je niet je hand in het vuur. Dat doe je vanzelfsprekend niet, want je weet dat je zal branden. Als je wijs bent, dan steek je wel af en toe je handen uit naar iemand die hulp nodig heeft of raad nodig heeft. Vanzelfsprekend wel, want ja, je gaat er gewoon vanuit dat iedereen dat gedeeld moet worden. Vanuit het beeld van een groter geheel. Maar goed, waar we het ook al over hadden, dat dat niet altijd even makkelijk is om, als je dan een breder beeld hebt, om dat dan ook met anderen te delen. Dat menselijk denken behoorlijk traag kan zijn. Nou, dat komt onder andere terug in de metafoor van Plato's grot. Ook onderdeel van onze cursus Anders Denken. En dan gaan we er nog wat uitgebreider op in. Maar ik zal zo uitleggen waarom dit ook wel een belangrijk beeld is om mee te nemen als we het hebben over universele wijsheid en hoe die te verspreiden. Nou, dat verhaal komt uit een van de dialogen van Plato, de staat. En daarin geeft hij een metafoor voor het menselijk denken. En daarin zegt hij, eigenlijk is het zo dat wij als mensen een soort van gevangenen zijn in een grot. En achter in die grot op een verhoging brandt een vuur. En tussen die
gevangenen en dat vuur loopt een weg en daar lopen allemaal mensen heen en weer met allemaal beelden, allemaal voorwerpen. En die mensen kunnen eigenlijk alleen maar voor zich uitstaren in die grot en die zien dus op de achterwand van die grot niks anders dan de schaduwen van die beelden die voorbijgedragen worden op de muur. En die mensen die die beelden voorbijdragen, die praten tegen elkaar en die, hebben allerlei gesprekken. En voor die mensen is het dus net alsof die schaduwen tegen elkaar praten en allerlei gesprekken hebben. En ze bouwen dus hele ideeën op, levensvisies, een wetenschap, een filosofie, een religie, allemaal op basis dus van die schaduwen die ze daar waarnemen op de muur. En Plato zegt, wat zal er gebeuren als we een van die gevangenen bevrijden? En we langzaam maar zeker die gevangenen uit die grot leiden. Dan komt hij op de eerste keer bij dat vuur terecht. En dan wordt hij helemaal verblind. Want hij heeft altijd een beetje daar in dat donker gezeten. Alleen maar schaduwen voorbij zien komen. En zo, nou ja, zijn ogen doen pijn aan dat vuur. En het duurt even voordat hij langzaam maar zeker die ogen gewend zijn. En dan ziet hij dus ineens die beelden voorbij komen. En dan denkt hij, dit is veel werkelijker dan wat ik ooit dacht dat werkelijk was. En dan zegt hij, als we hem nog verder die grot uit zouden brengen, dan hetzelfde soort proces. Hè. Bij dag kan hij nauwelijks wat zien, dus hij moet eerst een beetje, bij schemering kan hij wat dingen ontwaren en langzaam maar zeker beginnen ook daar zijn ogen te wennen. En ziet hij dus de wereld in zijn volle glorie met al het leven wat daar rondloopt en ontmoet van allerlei mensen, dieren. En als hij dan probeert te ontdekken van wat daar dan de bron van is, en dan ziet hij hoe het, de zon alles zichtbaar maakt voor hem, en hij probeert naar die zon te kijken, dan merkt hij dat hij dus op een gegeven moment ook niet meer verder kan kijken. Dat hij verblind wordt en dat hij eigenlijk niet meer kan zien wat daar nog achter zit. En dan denkt hij op een gegeven moment weer aan zijn kameraden in die grot. En wil ze vertellen over dat grotere beeld, over die veel ruimere werkelijkheid die hij heeft ervaren. Gaat terug die grot in. Maar wat daar zal gebeuren, zegt Plato, is eigenlijk eerst het omgekeerde proces. Dus hij moet weer helemaal opnieuw wennen aan de donkerte van die grot. Dus hij ziet eigenlijk nauwelijks, steek voor ogen. En herkent die schaduw ook niet meer. Dus die mensen, die kameraden, die denken, wat is er met hem gebeurd? Zijn ogen zijn verpest. Hij doet niet meer mee met onze voorspellingen en hij snapt er helemaal niks meer van. En hij raaskalt over een grotere werkelijkheid die hij heeft ervaren. En, is iets met hem gebeurd, we snappen er helemaal niks van. En als hij dan maar blijft aandringen, zegt Plato, dan zullen ze hem uiteindelijk zelfs proberen te doden. Dus met andere woorden, dat menselijk denken, dat is nog wel geneigd om heel traag te zijn en niet zomaar, staat niet zomaar open voor een grotere werkelijkheid. Dit vertellen we ook omdat als we het hebben over wijsheid en over universele wijsheid, dan zou je kunnen zeggen, die universele wijsheid is eigenlijk wijsheid waarvan de universaliteit al bewezen is. We hebben eerder gezegd, de definitie van wijsheid is het leven naar de meest ruime visie die je hebt kunnen ervaren en toetsen en delen. En hoe rijm je dat dan met iets wat dan al bewezen is? Wat we dus eigenlijk nog zelf misschien nog helemaal niet hebben kunnen bewijzen. Wat we nog niet hebben kunnen ervaren, wat we nog niet hebben kunnen toetsen. Dat zeggen we omdat er wijsheid is die al door zoveel mensen is ervaren. Weliswaar mensen van een ruimere bewustzijnsontwikkeling dan misschien de gemiddelde mens. Maar die is ervaren, die is getoetst, die is gedeeld. En dat geeft zoveel vertrouwen dat ze zeggen eigenlijk iedereen heeft dat in zich. Het is alleen maar een kwestie van tijd voordat wij dat ook kunnen ervaren. Net zoals dat iemand dus die buiten die grot is geweest, gewoon weet, in principe kan iedereen in die grot gewoon naar buiten en dat zelfstandig ervaren. Dat is gewoon zo kraakhelder. Je hebt dat gezien, je weet gewoon dat dat is mogelijk. Dat hebben wij allemaal in ons. Dus vandaar ook die parallel. Maar dat betekent dus niet dat dat voor ons allemaal individueel al zo bewezen is en dat we dat maar moeten geloven. Dat is dus pas zo als wij hem dus ook zelf ervaren en toetsen. Maar we hoeven er in ieder geval niet weer helemaal vanaf het begin af aan naar op zoek.
Dus we hoeven niet dat inductieve proces van nou ergens iets proberen waar te nemen en daar een hele theorieën bij bedenken en te bedenken van nou misschien zou de wereld zo in elkaar zitten. Nee, er is dus al een soort kennis die we als uitgangspunt kunnen nemen. Nou, dat betekent ook dat het best wel even kan duren voordat je dat ook helemaal begrijpt. Hè? Dus daar moet je ook zelf mee aan de slag. Dat vraagt ook wel wat werk, dat gaat niet vanzelf. Dat is een innerlijk proces, hebben we ook gezegd. Dat kost de tijd, maar we hebben dus wel alles in ons om dat te kunnen ervaren. En dat hebben dus diegenen die dat ook gedaan hebben. Dat drijft die mensen dus ook om dat ook met ons te delen. Nou, een ander woord voor die universele wijsheid is ook wel Theosophia. En dat is een van de namen die Blavatsky gebruikte. Dat is ook al een benaming die je ook al in het oude Alexandrië tegenkomt. De Neoplatonici gebruikten dat woord al. Dat betekent letterlijk wijsheid der goden of goddelijke wijsheid. En dat zegt dus ook al iets. Dat zegt dus al iets over, als je het hebt over goddelijk of goden, dan is dat niet per se van iets waar wij dan ook weer in moeten geloven. Nee, het betekent gewoon, er is iets wat boven het menselijke uitstijgt. Wat nog het menselijke te boven gaat. Dat er ook veronderstelt dat er in die grenzeloosheid dus ook wezens zijn die verder zijn in die bewustzijnsontwikkeling. Die meer principes al hebben wakker gemaakt in zichzelf. En dat kom je ook eens in allerlei religies tegen, dat die kennis altijd al er ook is geweest en altijd al is overgedragen. Ik denk bijvoorbeeld aan de mythe van Prometheus, die het vuur van de goden stal en aan de mensen gaf. Wat ook weer symbool staat voor het vuur van het denken, wat eigenlijk ontstoken is bij de mensen door wezens die al iets verder waren in ontwikkeling. Of je ze nu goden of deva's of boeddha's of dhyanichoans noemt. Die hebben dat gedaan bij de voorlopers van mensen. Nou, dat kom je ook tegen in allerlei tradities. Dat worden adepten genoemd, leraren, mahatma's, rishis, bodhisattva's, meesters. En die werken ook al allemaal samen in wat ook wel de loge van wijsheid en mededogen wordt genoemd. Waar Blavatsky ook uitgebreid over schrijft. En die loge die stuurt één keer in de zoveel tijd, volgens bepaalde evolutionaire cycli, boodschappers naar de mensheid. Om eigenlijk elke keer weer opnieuw wat meer van die Theosophia of universele wijsheid over te brengen. En dat zijn bij ons meestal bekend als de stichters van de grote wereldreligies, of grote filosofen, zoals Plato of Lao Tse, of ook Boeddha of Jezus. Of recenter bijvoorbeeld Pico della Mirandola, dat was ook een leerling die een opdracht van de meesters in de renaissance ook liet zien hoe er parallellen bestonden tussen Plato, tussen christendom, tussen de islamitische religie. Ja? Waarom kom ik Mohammed niet tegen? Omdat ik geen ruimte had om de sheet om nog veel meer, maar die zou je er net zo goed tussen kunnen zetten. Huh? Die zou je er ook tussen kunnen zetten. Ja. Mohammed kan je ertussen zetten, je kan Mozes ertussen zetten, je kan, ga zo maar door. Er zijn heel veel namen die je daar nog tussen kan zetten. Nou, allemaal dus in de lijn van eigenlijk die universele wijsheid die elke keer weer opnieuw. En het onderscheid is dat eigenlijk veel van deze boodschappers in een tijd kwamen waarin ze zeg maar een boodschap alleen maar konden verspreiden in een klein stuk van de wereld, in een bepaalde cultuur, met bepaalde gebruiken. En dat Blavatsky eigenlijk de eerste was die heeft kunnen laten zien dat er ook bij al die initiatieven eigenlijk dat dezelfde wijsheid was, die elke keer weer ook in de religies terug te ontdekken is. En dat met elkaar in verband bracht. Nou, dat klinkt misschien ook wel een beetje spannend en magisch over adepten, meesters, goden. Maar dat is eigenlijk ook gewoon een logisch gevolg, een logische deductie, zou je kunnen zeggen, van het uitgangspunt van grenzeloosheid. En want dat houdt gewoon in dat er dus ook in die evolutie mensen zijn die gewoon verder zijn daarin. Die meer
naar buiten hebben gebracht, meer in zichzelf wakker hebben gemaakt van die universele wijze. Dus die zit in onszelf. En die boodschappers die geven ons dan ook altijd gewoon een aantal aanwijzingen waar we dan zelf mee aan de slag kunnen. En Blavatsky beschrijft dat heel mooi in Isis Ontsluierd. Hij zegt, zeg aan iemand die nog nooit water heeft gezien dat er een oceaan van water bestaat en hij moet dit in goed vertrouwen aannemen of helemaal verwerpen. Maar laat één druppel op zijn hand vallen en dan heeft hij een feit waaruit hij al het andere kan afleiden. Daarna kan hij geleidelijk gaan begrijpen dat er een grenzeloze en onpeilbare diepe oceaan van water bestaat. Blind geloof zou hij dan niet meer hoeven te hebben. Hij zou dit hebben vervangen door kennis. En dat is dus eigenlijk ook wat al die leraren doen. Die geven gewoon een klein beetje leringen. Een tipje van de sluier ligt ze op. Maar met die ene druppel, zeg maar, die zij aan leringen geven. En die vaak ook weer door hun opvolgers, hun leerlingen, verder worden uitgewerkt. Kunnen we al een belangrijk deel van die universele wijsheid, die uiteindelijk grenzeloos is, in onszelf wakker maken. De theosofie leert dus niet alleen zeg maar, dat er dus wezens zijn die dit meer zeg maar, bezitten, maar ook hoe we dus ook allemaal zelf in staat zijn om hun pad te volgen en meer van die kennis in onszelf wakker te maken. Ja, zoals we dus ook allemaal in potentie zeg maar, uit de grot zouden kunnen klimmen. Nou, hoe gaat dat precies? Eigenlijk zijn daar dus ook een aantal stappen in te onderscheiden. Je zou kunnen zeggen dat dat begint bij geloof. Heel vaak zijn er toch dingen die we gewoon meekrijgen, die we niet voor onszelf gecontroleerd hebben, die we gewoon hebben aangenomen voor waar. En als je daar gewoon even over nadenkt, dat is best wel een behoorlijk percentage van de dingen die we voor waar aannemen. Nou ja, wil je daar wat meer over achterhalen, dan zou je dus zelfstandig op onderzoek moeten gaan. En dat begint ook heel vaak met een stukje verwondering. En dan kun je vertrouwen gaan opbouwen door dingen met elkaar in verband te gaan brengen. Door ook de dingen die je op een gegeven moment voor waar hebt ontdekt. Je hebt die ene druppel gevoeld en op basis van die druppel, dat is een stukje realiteit waarmee je langzaam maar zeker dus meer kunt, een groter beeld kunt opbouwen. En uiteindelijk leidt dat tot iets als weten, echt iets weten of wat je ook kunnen zeggen, universele wijsheid. Uiteindelijk ook zijn. Nou, te beginnen nog even bij dat geloof. En we hebben al gezegd, dat is eigenlijk dus iets wat je aanneemt gewoon op basis van wat anderen je zeggen, wat van buiten afkomt. In een waarheid buiten jezelf. Of dat nou uit de godsdienst komt of uit de wetenschap, want ook heel veel in de wetenschap is er behoorlijk wat geloof. En heel veel dingen die we, het is eigenlijk een soort van modern geloof zou je kunnen zeggen. Dingen die we van de wetenschap hebben geleerd, hebben we helemaal nog niet zo helder bewezen voor onszelf. Hebben we ook enigszins aangenomen. Nou, politiek zit natuurlijk dat werkte door mensen dingen te laten geloven. En dat geldt voor commercie ook enigszins. En Blavatsky was daar heel erg stellig over. Die zei, dat komt niet voor in theosofische woordenboeken, dat woord. En die noemde dat zelfs intellectuele zelfmoord. Ja, echt van nou daarmee, op het moment dat je dat allemaal buiten jezelf plaatst, dan is dat in zekere zin een versluier je, dan dood je eigenlijk je eigen intellectuele vermogens om meer te kunnen weten. Nou, om daaraan te ontsnappen, is het altijd goed om dan te beginnen met een stukje verwondering. En dat vraagt al meteen om eigenlijk boven je eigen werkelijkheid uit te stijgen. Dus dat je open staat voor iemand die in één keer met hele andere denkbeelden komt dan jezelf. Die in één keer hele andere dingen noemt en conclusies trekt. Dan de schaduwen die jij misschien eerder voor waar hebt gehouden. Maar vervolgens zul je daar dan ook zelfstandig mee aan de slag moeten gaan. Dus we hebben al gezegd van je kan uiteindelijk niks werkelijk weten of begrijpen als het niet in jezelf wakker gemaakt wordt. Daar is gewoon, zelfstandig onderzoek voor nodig, zelfstandig redeneren. En dit zou je zeg maar de wetenschappelijke fase kunnen noemen. Uiteindelijk gewoon op basis van zelf kennis opdoen, onderzoek doen,
en daar conclusies uit trekken. Nou, de volgende fase is eigenlijk de fase die je dus vertrouwen kunt noemen. Dat zou je ook de filosofische fase kunnen noemen. En dat is eigenlijk gebaseerd op dat onderzoek kun je een aantal hypotheses vormen. Je kunt ook uitgaan van een aantal grondstellingen. Herman heeft daar vorige week het een en ander over verteld. De Theosophia die kent 3 grondstellingen. De grenzeloosheid is de eerste, daar hebben we al bij stilgestaan. Volgende week zullen we ook nog bij die andere stilstaan. Maar dat zijn dus eigenlijk echt proposities die op zichzelf niet direct bewijsbaar zijn. Die dus gewoon een basis vormen. Maar je zou ze natuurlijk wel op basis van zelfstandig redeneren en het onderzoeken wat we kunnen doen, wel proberen om ze falsificeerbaar te maken. Kunnen we ze dan misschien ontkennen? Of kunnen we ze, dus dat is wel, dat betekent niet dat je ze dus meteen ook weer klakkeloos moet aannemen. Maar het is iets waar je mee kunt beginnen. En die grondstelling van de Theosophia, volgens ons in ieder geval de meest universele en dus de beste start om welke theorie dan ook verder op te bouwen. En een belangrijke ander aspect van van die filosofische fase, van die vertrouwen, is eigenlijk de analogie. En Blavatsky zegt, als je de kennis over het niet-fysieke, het religieuze domein, de dingen die eigenlijk nog iets verder gaan dan waar wij, gewoon op dit moment, dan waar ons gemiddelde bewustzijn, zou je kunnen zeggen, reikt. En je wil dat in verband brengen met uiteindelijk de wetenschap, met de dingen die we kunnen waarnemen, kunnen we toetsen, waar we experimenten op kunnen loslaten. Dan is eigenlijk filosofie de brug die die fysica, dat uiterlijke, wat we over de natuur weten, in verband kan brengen met die metafysica. Dat wat bovennatuurlijk is, wat daar bovenuit stijgt, wat transcendent is. En dat is niet zomaar filosofie, maar zij haalt specifiek dan de platonische filosofie aan, of de neoplatonische filosofie. En je ziet ook als je gaat speuren in de werk van Plato een hele elegante manier waarop hij die twee in verband brengt. En dat is een andere metafoor die hij gebruikt om waarheid te kunnen kennen. Dat is een metafoor van de zon. En hij zegt daar eigenlijk van, zoals wij onze ogen of ons gezichtsvermogen gebruiken om allerlei objecten waar te nemen in de wereld. Die worden beschenen door het licht van de zon. En zo kunnen we dus de zichtbare uiterlijke wereld, de wereld van de fenomena, de verschijnselen, proberen te beschrijven. Op dezelfde manier kunnen wij met ons denkvermogen de ideeën waarnemen die worden beschenen door het licht van waarheid wat voortvloeit uit wat hij dan noemt de idee van het goede, of agathon. Dus hij zegt dat is een soort van de bron waar alles uit voorkomt. Je zou kunnen zeggen het grenzeloze, of grenzeloosheid. En dat zendt soort van het licht van waarheid uit, waardoor bepaalde ideeën ontstaan die wij met ons denkvermogen kunnen vatten. Nou, wat moeten we daar dan onder verstaan? Nou, er zijn natuurlijk heel veel dingen waar we het over hebben die heel belangrijk voor ons zijn. Denk maar aan dingen als vrede, liefde, mededogen, rechtvaardigheid, allerlei deugden. Dat zijn geen dingen die we kunnen vastpakken. Maar dat zijn wel dingen die we dus met ons denkvermogen kunnen overdenken. Die we dus met elkaar in verband kunnen brengen. Die we ook vanuit een groter beeld van de waarheid, van de eenheid, een plek kunnen geven. En die heel belangrijk zijn en die uiteindelijk juist meer die uiterlijke wereld vormgeven. Plato zegt eigenlijk ideeën regeren de wereld. Dus ons inzicht in die werkelijkheid, in wat er, hoe die uiteindelijk zou moeten zijn, bepaalt uiteindelijk ook hoe die uiterlijke werkelijkheid eruit ziet. En dat kun je al zien aan deze ruimte. Alles waar we hier mee omgeven zijn, is ontworpen, is bedacht. Dat zijn ideeën, daar hebben mensen over nagedacht. Daar zitten allemaal ook
idealen achter. Over, nou ja, hoe zou je nou als groep, zeg maar, hier kunnen zitten? En wat is daar de beste verhouding in? En nou ja, als blijkt dan dat het geluid niet de beste manier, zeg maar, dat de architectuur van deze ruimte niet de beste manier het geluid weten door te geven, nou, dan moeten we daar misschien een aantal van die panelen in gaan hangen. Nou, dan zie je dus eigenlijk overal om ons heen zijn dat ideeën die uiteindelijk weer worden vormgegeven en die onze uiterlijke wereld ook weer bepalen. Dus je ziet daar heel erg de kracht van ook de analogie in. Dus je zou kunnen zeggen, zo boven, zo beneden. Zo als we uiterlijk dingen kunnen waarnemen, zo doen we dat eigenlijk met onze innerlijke vermogens ook. En dat is een ander belangrijk vermogen, of eigenlijk een belangrijke wet zou je kunnen zeggen, om meer te kunnen weten over de dingen die we misschien niet zo makkelijk kunnen vastpakken en uiterlijk waar kunnen nemen. Nou, Herman had het vorige keer ook nog over een stukje uit de geheime leer van Blavatsky, wat ook een belangrijk onderdeel is bij deze fase van vertrouwen. En dat was dit stukje. Als twee personen getuigen van een feit en als elk van hen dit een zekerheid van 5/6 toekent, dan zal dat feit een zekerheid van 35/36 hebben. En zijn het drie van zulke getuigenissen, dan wordt het al een zekerheid van 215/216. En hoe meer mensen eigenlijk zelfstandig tot een bepaald ervaring komen, een bepaald feit kunnen vaststellen en dat met elkaar delen, hoe zekerder dat zeg maar wordt. En ik heb zelf dit is eerlijk, om eerlijk te zijn, nog voor mij een beetje geloof, dus ik moet nog die rekenkundige puzzel even maken om dit ook echt daadwerkelijk te begrijpen. Maar het klinkt heel goed en dat kwam hier ook wel van pas. Maar ik denk dat we dat ook uit ervaring allemaal weten. Hè. Dus dat is eigenlijk die samenwerking die dat inzicht versnelt, waar we het ook al even over hadden. Denk ook weer aan die monniken die die olifant proberen te beschrijven. Als we dat allemaal met elkaar delen, toetsbaar kunnen maken, dan bouwen we veel sneller een beter beeld op. Maar het echte weten, de echte wijsheid, die komt pas op het moment dat we zeg maar daadwerkelijk ook worden. En dat is ook interessant als je kijkt, en we hebben het dus ook in deze serie steeds over wetenschap, filosofie en religie. En als je kijkt naar het oorspronkelijke afleiding van het woord religie, dan komen daar twee dingen uit. En de een is religare, dat is de bekende. Dat is zeg maar eenwording. Het weer eenwording betekent dat letterlijk. En de ander is dus religendo. En ziet er ook om met die afleiding. Die zegt dus het komt van de wortel lex. Wat lezen betekent. Of wet betekent. Maar lezen ook in de betekenis van selecteren. Van iets wat je echt moet doen. Als werkwoord, zeg maar. Iets wat je, zoals je ook tussen de regels door moet lezen om echt tot begrip te komen. Hè, dus ook het meer begrijpen van de wet van lex. Dus het is eigenlijk zeg maar weer opnieuw lezen, betekent dat dan letterlijk. En dat zou je ook kunnen vertalen als discipline, dat je eigenlijk steeds weer opnieuw dat beeld van die eenheid probeert te herkennen, in het uiterlijk leven ook probeert te toetsen. Eigenlijk juist ook weer dus die inductieve methode. He, dus in zekere zin is dat wetenschappelijk inherent dan aan deze betekenis van religie, dat je dat ook onderzoekt, dat je dat probeert ook levend te maken voor jezelf. En dan leidt dat uiteindelijk ook tot eenwording, tot dat idee van religare. En dat is eigenlijk ook wat we in het dagelijks leven wel herkennen. Hè, als we iemand hebben die echt een vakman is, hè, echt iets weet, een echte timmerman of zo. Ja, die is dat niet alleen maar van 9 tot 5, die heeft gewoon dat timmermansoog altijd. Daar kijkt hij mee de wereld in, dat kan hij niet eens uitzetten. Zeg maar, die is dat gewoon geworden. En die is dat geworden door heel veel discipline, door met dat vak bezig te zijn en heel veel ervaring op te doen, dingen te toetsen, dingen met anderen te delen. En is daar een soort van helemaal mee één geworden. En dat geldt natuurlijk uiteindelijk ook voor een kunstenaar of een wetenschapper of een filosoof. De echte, die zijn dat gewoon, die ademen dat, zeg maar. En net zo goed de theosoof, die dat dus eigenlijk ook probeert dan de eenheid in het leven te ervaren.
in de praktijk, dat te toetsen en dat te delen. En dat is ook de definitie die Blavatsky geeft, die zegt, nou ja, theosofisch, hij die theosofisch handelt, niks anders. Dat zijn helemaal geen mensen die per se lid zijn van een theosofische organisatie, die zijn er overal. Dat zijn gewoon mensen die uitgaan van eigenlijk diezelfde universele basisideeën en daar nou ja, uitdrukking aan proberen te geven. En daardoor uiteindelijk ook universeel wijs worden en zijn. Nou, dat is allemaal iets wat we dus zeg maar in ons hebben. Dus ik moest vooral in deze herfstige tijd een beetje aan dit beeld denken. Dat is een beetje zeg maar, het dagelijkse beeld nu heb ik ook weer vandaag ervaren. Van die mooie ja, wisselvallige dagen. Maar waar je dus ook altijd weer ziet van, er schijnt altijd zon achter die wolken. Die is er gewoon altijd, zeg maar. En dat zou ze dus ook zo kunnen zien als die bron van wijsheid. Nou, hoeveel wolken wij ook eigenlijk zijn, soort van, uiteindelijk is dat er. En alleen al dat we daarvan uit zouden gaan, is al een hele stap op weg om meer van die wijsheid in jezelf wakker te maken. Nou, voor de mensen die van schema's houden, dat dan even vertaald in één schema. He, dus eigenlijk wat meer het geloof als die meer vereenzelvigen met het ik, met die lagere denkaspecten. Mening, dogmatiek. En daar zit ook een soort van hebberigheid bij, daar hecht je aan, persoonlijk. En dat doorbreek je dus door onder andere je intellect te gebruiken, verwondering, op onderzoek gaan. Je buddhi te gebruiken, het inzichtelijke beginsel, vertrouwen op te bouwen en uiteindelijk steeds meer één te worden met nou ja, dat, die werkelijkheid, zeg maar, die nou ja, voor zover je zou kunnen reiken met alle vermogens die je dan hebt. Oké, zijn hier vragen over? Ik kan nog wel een vraagje over die god van Plato. Ja. Nu heb ik thuis het boekje De Jongen, de Eiland en de Reis, maar dat is toch hetzelfde verhaal? Ik heb hem niet gelezen, dus ik kan daar geen antwoord op geven. Okay. Het jongen, de eiland en de reis? Ja, dat was een jongen die woont op een eiland. Ja. En dan gaat hij even te ver weg, de zee of zo, dan komt hij andere wezens tegen. Mm-hmm. Heel wijs zijn. Mm-hmm. En die onderwijzen we alles. En hij was trots en hij was blij. En hij weet je wat, ik ga naar mijn stam. En ik ga mijn stam ook de waarheid vertellen. Want toen werd hij helemaal niet gastvrij ontvangen. Mm-hmm. Ze wilden hem zelf doodmaken. Hij moest zelfs van het eiland vluchten, anders was hij doodgemaakt. Oké, heel duidelijke parallel, ja. Ja, dat boekje komt ook, dat heb ik wel van meester Sluit gekregen, maar dat komt bij de theosofie vandaan. Oh, oké, nou ja, dan moet je me nog maar eens vertellen, ja. Ja. Leuk. Ik heb nog een vraag. Ja. Over dat verwonderen en vertrouwen en het toetsen, zeg maar. Mm-hmm. Dus dit eigenlijk soort de reis die je zelf maakt in mm-hmm. het ontdekken. In hoeverre wordt, mijn ervaring is ook dat als je iets onderzoekt, dat je heel vaak in gesprek met de ander mm-hmm. Kan zeggen van ja, nou zie nou wel. In hoeverre wordt in de theosofie waarde gehecht aan dat gesprek wat je hebt met anderen, het contact wat je hebt met anderen? Want zoals u het heeft gepresenteerd, is hij voor mij best helder, maar ik vind het ook een hele stille tocht die je zelf maakt in je hoofd. Terwijl, ja. Nou, dat is fijn dat u dat zegt, want dat is... Dat zou jammer zijn dat u die conclusie trekt. Hè? Want ik denk dat het niet voor niks ook staat bij het begin waar, van de geheime leer. Waar ze, waar, ja, maar het gaat heel vaak over denken, ja. denken. En dat het zo in mijn hoofd zou afspelen, wat ook zo is. Maar dan daarna heb ik het contact met de ander. En ja. Daarom kan ik dan zeggen van, oh ja. Ja, nou, kijk, dat denken daar... dat hebben we altijd wel een beetje moeite mee om dat toe te lichten, omdat... mensen hebben daar altijd heel snel dat beeld van intellectueel denken bij. Terwijl wij zeggen, het is een fase van bewustzijnsontwikkeling. En dat denken is eigenlijk nog veel en veel ruimer. He, dus in dat eenheidsdenken, dat heb ik geprobeerd ook toe te lichten, is
juist eigenlijk dat idee van die vereenzelviging van jezelf losstaand van anderen, dat is juist wat ons huidige denken, ons beperkte denken nu parten speelt. He, dus we moeten juist denkmodussen zien te vinden, waardoor we, dat hebben we dus gewoon, dat zijn andere denkaspecten in onszelf wakker maken, waardoor we die illusie van afgescheidenheid juist ontstijgen. En dat is juist een gezamenlijk proces. Natuurlijk is dat een gezamenlijk proces. Dat zou ik niet anders kunnen. Het is een ook bekend feit dat eigenlijk alle leraren altijd werkten met een groep van leerlingen. En dat vind je heel veel meer erover, ook in de theosofie. Dat die leerlingen ook echt met elkaar moesten samenwerken, leren samenwerken als de vingers van één hand, wordt dan gezegd. He, dus, en het was zelfs zo dat bepaalde leerlingen op enig moment niet verder konden met een leraar, omdat ze niet past in een groep die niet zo aansloot in gestemdheid, ik zeg het even op een manier, waardoor die een juiste omgeving had, een juiste sfeer om zelf te groeien en ook bij te dragen aan die groei van anderen. Dus dat is altijd een wisselwerking. Dus misschien lijkt de nadruk soms wat er liggen, omdat wij zeggen, ja, het is in uzelf, je moet in uzelf wakker werken. Dat is zo, maar dat doen we juist door dat met elkaar te doen. En daar hebben we elkaar ook heel hard bij nodig. Ja. Nee, dan heb ik het denken heb ik nog heel klein. Het is echt veel ruimer. En dat is, je moet het ook doen met de woorden die je hebt soms. Dat is een beetje lastig. We kunnen wel over manas gaan spreken, maar dan... Kunstenaar. Zeker. Ja. Ook omdat, dat is eigenlijk, dan doen we dat gewoon in de praktijk. Ja, dus die cursus geven we ook het liefst gewoon met een groep van 10 tot 12 mensen. Dat lukt niet altijd en we willen dan ook vooral... He, dus, maar in een groep leidt het ook tot het beste resultaat. He, dus daarom, soms wordt er wel gevraagd, kunnen jullie ons die cursus niet opsturen, dan doe ik hem zelf wel. Nou, dat is precies, gaat dan het hele idee van de cursus weg. Het is echt een proces wat je gezamenlijk door moet, wat je zo moet leren. En we herkennen dat allemaal. Als je moet samenwerken, dan komen vanzelf juist misschien wat minder... prettige aspecten in jezelf ook naar boven. En dat is precies wat er moet gebeuren. Dat we ook onszelf ontstijgen. Dat we af en toe de betere erkennen in een ander. En mee moeten gaan. En niet aan ons eigen idee vasthouden. Maar het is heel mooi als dat gebeurt. Ik denk ook dat je juist leert van een groep uit. Want als je zegt stuur de cursus maar op, je gaat het thuis doen. Dan is het volgens mij, althans in mijn idee, is het dan een kwestie van... al die dingen uit je hoofd gaan leren, maar dan ben je er niet. Ja, natuurlijk. Dat is gewoon alleen maar breinverstandelijk. Een beetje stampen en dan heb je helemaal geen begrip. Dat is helemaal niet wakker gemaakt. Ja. Ik denk ook dat de kracht zit in herhalen. Ja. Toetsen bij elkaar in de praktijk brengen. Uitwisselen je ervaringen. Wat heb jij meegemaakt? Hoe zie jij dat? Mm-hmm. En zeker in een groep die anderszelfde... heb je ook het vertrouwen. Je hoeft geen masker op te zetten, zoals je dat vaak moet hebben in de buitenwereld. Hoe die is gek, weet je. Maar heeft ze het nou weer over. Je kan je maskers laten vallen en je kan je hart luchten. Ja, als het een goede groep is, maar een fijne sfeer is, waar boven persoonlijk met elkaar wordt gesproken dan. Ja, maar soms kan een fout ook een cadeautje zijn, hè. Iemand die heel anders denkt en heel rigide is, kan een cadeautje zijn voor de anderen. Om juist naar boven te komen. Dus ik ben niet zo gauw voor uitsluiten of zo. Mensen uitsluiten. Nee, zeker niet. Nee. Ik zou daar inderdaad wel heel tegenstrijdig in over zijn. En dat vind ik ook, dat wordt nog wel eens gezegd, sommige mensen die... Hè, er worden natuurlijk een hoop... gemeten in deze wereld. En die komen dan een beetje beteuterd van... ja, ik heb dan een bepaalde IQ-meting gehad... en die houden daar helemaal aan vast. En dat is eigenlijk
heel naar van nou ja, die dan eigenlijk het vertrouwen in zichzelf verliezen dat ze dit kunnen. Die cursus, denken, zeg maar, dat kan iedereen. Iedereen is dat gewoon. Dat is gewoon een potentie die iedereen heeft. En ik heb juist het idee dat het heel vaak juist vertrouwen is dat we verliezen, dat we dit hebben. Dat we die kennis hebben, dat we daardoor gewoon ook een hoop ellende creëren. Dat we, nou ja, omdat we dan maar afgaan op wat anderen zeggen. En ja, ook dat idee van, ja, het is allemaal maar relatief, die waarheid. Ja, wordt soms dan een beetje, wordt dan een beetje cynisch, denk ik, als je daarvan uit zou gaan. Dat er geen werkelijkheid zou zijn, dat het allemaal maar relatief is. Ja, waar, ja, dan, waar kun je dan ja, je leven op baseren, zeg maar. Wat is dan juist? Dat is, ja, dat lijkt me heel ingewikkeld. En dat, ik zie ook wel dat dat er voorkomt uit, nou ja, bij gebrek gewoon aan beter, meer kennis. Dat mensen gewoon, ja, echt... Dat het gewoon niet breder bekend is dat er zoiets is als universele wijsheid. En dat ze dat gewoon met zichzelf meedragen. Het is ook misschien nog ingewikkelde boodschap. Dus, maar ja, we proberen tegen alle verwachtingen in gewoon elke keer maar eigenwijs die opnieuw naar buiten te brengen. Dus, verwondering levert heel veel op. Ja. Verwondering en vragen stellen. En de stuwing in jezelf om dat ook allemaal te willen weten. De honger die in je leeft. Ja, ja. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat levert dat dan op? Ja. Levert heel veel op en dan ben ik benieuwd naar wat dan. Wat dat oplevert. Moet je me even... In het leven bedoel je? Als je daarvan uit zou gaan? Ja. Ik denk een... Eén, een veel rooskleuriger beeld van de realiteit. Mm-hmm. Veel meer ook berusting bij de dingen die er gebeuren. Mm-hmm. Ik denk dat je daarmee ook een inspiratiebron kunt zijn voor anderen. Anderen ook alleen al, hè, dus de belangrijkste nog zelf zonder woorden misschien. Ja, ook iets uitstralen waardoor mensen zoiets hebben van, hé, dat is fijn, ben ik graag in de buurt, of daar kan ik gewoon even terecht, of daar, nou ja, dat zijn dingen die je dan gaat ervaren. Maar ook een veel wijdser perspectief op het leven. Ja, absoluut, ja. Veel wijdser. Ja, ja. Het is, ja. En geen angst. Ja. Ja. Het is een beetje alsof je... Ja, ook bijvoorbeeld alsof je denkt, stel dat je, sommige mensen zeggen dan wel eens van, stel je nou voor dat dit je laatste dag is, wat zou je dan willen doen? Maar dat is juist heel erg beperkend, dat ga je dan heel beperkt denken. Het is juist andersom, als je hiervan uitgaat, dat je ervan uitgaat, ja, er is gewoon eeuwigheid. Er is altijd leren, altijd meer mogelijk. En er is altijd, en allerlei dingen komen ook terug bij je. En er is gewoon ook... direct invloed op uit te oefenen. Ja, dus alles wat we doen heeft zin. Betekent ook wel meteen een stukje verantwoordelijkheid, want alles wat je doet heeft ook gevolgen. Dus dat geeft het ook wel, maar het geeft dus ook zin. Het lijkt me ook heel moeilijk. Ja, als je, dat is ook nog zoiets, als je dus eenmaal dat licht gezien hebt, zeg maar, al is maar een beetje een glimpje daarvan hebt opgevangen, om daar dan ook weer om voor te stellen hoe dat anders was. Ik ben blij ook wel dat ik dat onderscheid heb, omdat ik daardoor kan je ook wel goed verplaatsen in maar hoe sommige mensen denken. Mm-hmm. Maar het is, ja, je ziet ook gewoon dat het echt gewoon eigenlijk gewoon beperking is. Dus het wordt gewoon allemaal veel ruimer, je krijgt gewoon veel ruimer inzicht, en dingen die je ook gewoon praktisch worden, dingen die je, waardoor je veel beter ziet van wat wel of niet te doen. Ja, dus in alle opzichten. Ik kan er van allerlei dingen over zeggen en voorbeeld, maar dat moet je zelf ervaren. Dat is eigenlijk ook niet echt over te dragen of zo. Ja. Ja? Ik zie het ook een beetje, hè, de verwondering hebben, het meewerken met de natuur.
Ja. De angst is in beweging. Ja. En door een deur een keer open te zetten, laat je het stromen. Het is... Ja. Het meer laten bewegen. Ja. Ja, en dat je dan ook inderdaad soms ziet hoe dingen op zijn plek vallen of zo. Het is ook, ja. Als je daar inderdaad wat meer inzicht in hebt, in hoe dan processen verlopen, dat je inderdaad ook ziet hoe dan de natuur werkt. Ja, wat dat dan ook is. Dus dan, maar gewoon hoe dan dingen, nou ja, zijn beloop hebben. Ja, dus al het idee van dat het toevallig is ook verdwijnt. En op het moment dat je nog denkt dat het toeval is, dan ga je ook, blijf je op zoek totdat je snapt hoe het dan wel zit. Ja, dus het maakt het ook gewoon heel interessant. Ja. Maar het begin van een progressieve evolutie noemen. Het kantelpunt dat je hebt actief met dingen bezig gaat zijn. En je dus actief jezelf gaat ontwikkelen. Dat begint dus eigenlijk al... Ja, ik weet niet of ik dat bedoelt hoor, maar dat begint dus eigenlijk al heel snel op het moment dat je dus probeert dit soort dingen in je leven in de praktijk te brengen. Dat is ook heel bijzonder hoe dingen dan in één keer bij elkaar komen. Dus het is, als je ervan uitgaat dat er toch een bepaalde wetmatigheden zijn als je dingen opbouwt, dingen... We hebben het ook over gehad dat eigenlijk alles dingen zeg maar, op het innerlijk gebied beginnen. He, dus dat is zo'n voorbeeld. Dat als jij bijvoorbeeld gaat verdiepen in bepaalde filosofieën of religies of wat dan ook. Dat er in één keer allerlei dingen op je pad komen. Dat er mensen naar je toe komen die het daarover hebben. Dat je daar gesprekken over hebt. Dat er inzichten komen van dingen die je nog niet begrijpt. Dat je iets aan het lezen bent en dat je op een hele andere... onverwachte plek precies het antwoord krijgt. Of dat je, allemaal van dat soort dingen die je dan gaat ervaren, ja. En dat is inderdaad ook iets progressiefs. He, dus wij spreken dan ook wel van, we noemen dat dan versneld karma. He, dus op het moment dat je ook gaat leven naar die wetten van oorzaak en gevolg, en je wat meer gaat richten op bepaalde dingen jezelf wakker maken, dan krijg je ook de kans om bepaalde dingen, dingen op je pad, om eigenlijk te toetsen dat je dat, het is bijna een soort van spelletjes als ik het nu uitleg, maar dat is gewoon hoe de natuur werkt. Dus je roept die dingen op. En dat is gewoon iets wat je inderdaad kunt ervaren, en dus wat ook nog een soort van progressief effect heeft, wat dus steeds sneller gaat ontwikkelen. Ja. Ja. Maar goed, ik denk... Het is 9:30, we willen ook op tijd eindigen voor de mensen die misschien nog worden opgehaald door mensen. Dus dan sluiten we dit deel af. En daarna kunnen we nog even napraten. We zijn nog open totdat we niet meer nodig zijn, volgens mij. En dat doen we altijd met invocatie. Oproep aan ons hoger zelf. De bron van... universele wijsheid in ons, die hier de gouden zon genoemd wordt. O gouden zon, met uw verheven luister, vervul onze geest en verlicht ons gemoed, opdat wij onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht.